Zijn jullie klaar met je telefoon? Dan gaan we. Hallo Leiden! Waarom staan jullie hier? Ja, voor de lol. Voor de lol. Beetje lachen, ja. Jullie stemmen geen FVD? Nee. Heel weinig mensen hier hoor. De maatregelen die genomen worden zijn vrij ongegrond. Het is inmiddels duidelijk dat hoe minder gevaarlijk het virus blijkt te zijn, hoe heftiger de maatregelen worden genomen. En ja, dat slaat nergens op. Ik vind dat geschift eigenlijk. Ik sta hier omdat ik eigenlijk voor mijn kleinkinderen hier sta. Ik wil van alle kanten iedereen zijn goed recht. Maar ik denk dat dit voor ons op dit moment de juiste advies is, de juiste keuze is. Hi. Goedemiddag meneer Baudin. Hoe is het om weer terug om in Leiden te zijn? Heerlijk, prachtige stad. Ja. Bent u blij met de opkomst vandaag? Waanzinnig, ja. Het is spijtig dat we niet nog veel grotere events mogen organiseren. Je ziet met dranghekken, mensen worden tegengehouden. Maar de energie is enorm en Nederland doorziet het machtsspel van de kartelpartijen en wil weer vrij. En wij zijn de partij die dat gaat doen. Ze staan hier achter anders wel te demonstreren tegen fascisme, racisme, seksisme. Ja, dat moeten ze nog maar eens uitleggen hoe je tegen de lockdown zijn en vrijheid terug willen een vorm van fascisme is. Het is echt belachelijk. Ja, Thierry met zijn toch antisemitische uitspraken in groepschats en racistische uitspraken. Die gaat ook redelijk die fascistische kant op. En daar willen wij een tegengeluid tegen maken. Want het is al erg genoeg dat dat in het verleden is gebeurd. Er zijn zoveel mensen aan dood gegaan aan het fascisme. En dat moet niet herhaald worden.